Ja, we zijn inmiddels weer net aangekomen in Nederland. En ik denk dat, dat ik heel tevreden kan terugkijken op de hele operatie Youth Olympic Games Buenos Aires 2018. We zijn met een flinke ploeg erheen geweest. 41 sporters uit 19 verschillende sporten. Daar is gewonnen en daar is verloren, zoals het bij topsport hoort. Hele mooie overwinningen. Mensen, ook zonder medaille, die een hele mooie prestatie leverden. Sommige mensen die zichzelf teleurstelden. Maar ik denk dat het voor iedereen een hele mooie en leerzame ervaring vooral is geweest. Waarbij we ook als gehele team, de 41 sporters, 23 coaches en begeleiders, alles bij elkaar ook wel echt als een team gefungeerd hebben. Als het talent team NL. Ik denk dat dat steeds sterker gegroeid is tijdens die Spelen. Dus ik denk dat we blij mogen zijn met hoe alles verlopen is. Vind je dat de doelstellingen gehaald zijn die vooraf gesteld zijn? Er zijn niet hele, de doelstellingen. We gingen hierheen om te presteren en om te leren presteren. En ik denk dat dat over het algemeen heel goed geslaagd is. Er is gepresteerd in de vorm van medailles en in de vorm van persoonlijke records en goede prestaties naar niveau. En ik denk nog meer dat er geleerd is om te presteren. En soms is een zuur verlies wel eens nodig om te leren wat het is om te presteren. Dus al die facetten zijn wel voorbij gekomen. 8 medailles gewonnen, geen gouden erbij. Dat is toch eigenlijk de kers op de taart die ontbreekt, of? Ja, we hadden natuurlijk, maar eigenlijk iedereen had natuurlijk ook graag goud mee naar huis genomen. Dat is natuurlijk toch wel de ultieme droom voor elke deelnemer aan deze jeugdspelen. Dat hadden we deze keer niet. Maar de verschillen in de top zijn klein. Als je hier meedoet om de medailles, dan denk ik dat je het gewoon heel goed doet. Want dat is toch eigenlijk waar het om gaat. Zoveel mogelijk competitie maken, zoveel mogelijk wedstrijden maken. Wedstrijden maken onder hoogspanning. Wedstrijden voor volle tribune, in volle arena's. Daar zit toch wel de grootste waarde in om dat allemaal meegemaakt te hebben. En gelukkig hebben we toch ook nog wel wat mensen die als souvenir een medaille mee naar huis nemen.